zo is dat. Goedemorgen, mevrouw Grootheide. Goedemorgen. In Brussel, hartje Brussel, waar we hier zitten. U bent Vlaams parlement, zit voor Brussel ook geweest de voorbije vijf jaar. Ja, ik kan me inbeelden, Brussel is weliswaar de hoofdstad van Vlaanderen, maar als Vlaams politicus in Brussel u manifesteren zo makkelijk is dat niet, kan ik me inbeelden. Nochtans, wij zijn in Brussel verwend met heel goed geïnformeerde kiezers. En dat is heel fijn. Ik heb het regelmatig dat ik met mensen praat over het werk in het parlement. En tot mijn verbazing dat zij dat niet gewoon volgen, maar ook heel goed op de hoogte zijn van wat er gebeurt. Ja. Wat u zit in het Vlaams parlement. De Vlaamse bevolkingen in Brussel zijn natuurlijk voor Vlamingen hier. Ja, die zijn niet makkelijk terug te vinden. Hebt u heel veel contact, makkelijk contact met uw achterban, met uw electoraat hier? De Vlaamse bevoegdheden zijn frappant aanwezig. Bijvoorbeeld in dat... Mijn oudste is nu 14. Haar hele leven al achtervolgen de wachtlijsten, dat kind. Wij hebben 2 jaar gewacht op een crèche. Wij hebben 2 keer op een wachtlijst gestaan voor scholen. Als het gaat over zorg en welzijn is het soms niet evident om een plekje te vinden. Laat staan een goed plekje. Dus ja, Vlaanderen is heel aanwezig. Ja. En U hebt zich vooral met kinderopvang bezig gehouden in het Vlaams parlement. Daar gaan we het straks over hebben. U bent er wat op aan het ingaan. Al maar over dat Vlaams parlement, daar bent u 5 jaar geleden verkozen. Dat klopt, dat was mijn eerste toevallig, mandaat. Want u is op de tweede plek voor het Vlaams parlement. Toevallig zou ik het niet noemen. Het was een strijdplaats, toen al. Het was ook de eerste keer dat die tweede plek veroverd werd. Er zijn maar 6 zetels voor Vlaamse parlementsleden in en voor Brussel. We hebben het toen in het algemeen heel goed gedaan, maar het was wel de eerste keer dat wij een tweede zetel hadden. En het was voor u ook de eerste keer dat u in dat parlement terechtkwam. Hoe kijkt u daar nu op terug op die voorbije 5 jaar? Het was zelfs mijn eerste mandaat, maar ik vond het wel... ik mag het geen job noemen van mijn naaste, want het is een mandaat, maar ik vind het de mooiste job die ik ooit heb gedaan. Ja? Samen met schrijven, ja. Ik vind het fantastisch. Dat is echt, je zit daar, die zetel betekent dat er mensen zijn die je vertegenwoordigt. En liefst zijn dat mensen die breder gaan dan je kiezers. En ik heb het gevoel gehad dat ik mensen een stem heb kunnen geven en mijn stem en die zetel heb kunnen laten spreken voor hen, die heel vaak geen stem krijgen in het parlement. En dat is ontzettend dankbaar. Ik heb ook echt het gevoel gehad dat die zetel een groepswerk is geweest. Van heel veel mensen die hun kennis hebben gedeeld en hun ervaringen en ja... Ja, ik vind het... U bent daar dan een van de ruim 120 parlementsleden in dat Vlaams parlement, die allemaal zich willen manifesteren, willen opvallen. Ja, heel makkelijk is dat niet. Voor ons lijkt het soms ook van, met wat zijn ze daar eigenlijk allemaal bezig, al die individuele parlementsleden? Met heel belangrijke dingen, hè. Met dingen die mensen in hun elke dag eigenlijk ervaren. Dat heb ik ook heel erg geprobeerd om gaandeweg aan mensen duidelijk te maken. Om ook mensen te informeren over hoe politiek werkt. Want er is een grote politieke moeheid. En uiteindelijk is wat er in het parlement gebeurt heel belangrijk voor jezelf. Van het moment dat je opstaat en probeert om een lijnbus te nemen. Of in de MIVB hier in Brussel, waar wij goed mee worden verzorgd. Naar het moment dat je naar je werk gaat, is dat een fijne job, al dan niet. Heb je goede werkomstandigheden? Ben jij in het watervalsysteem van het onderwijs naar beneden georiënteerd of niet? Enzovoort. En uiteindelijk, tot je oude dag, vind jij een woonzorgcentrum waar je het fijn hebt... Of ja, u hebt gezien deze legislatuur wat er kan gebeuren. U hebt het nu over wat daar gebeurt. Het gaat natuurlijk ook over die individuele parlementsleden, hoe ze naar buiten komen, hoe ze al dan niet opvallen. Ja, u bent daarbij, dat is ook de reden dat u hier zit, maar heel velen niet, ook in uw fractie trouwens niet. Hebt u daar een beetje het gevoel van, we zitten hier wat met enkelen die er misschien wel uitspringen, met anderen die dat minder doen, die misschien dat ook minder nadrukkelijk kunnen? Ik ga heel eerlijk zeggen, die vraag heb ik mij zelden gesteld. In het begin was ik gewoon van plan om een dossiervreter te worden en in het parlement op feiten te werken. En ik merkte dat als ik die feiten bracht tegenover de minister, dat er eigenlijk nauwelijks werd geluisterd, nauwelijks actie werd genomen, terwijl de feiten op tafel lagen. En op een bepaald moment werd er mij gezegd, kijk, ministers luisteren als je het in de pers brengt. Dus dan ben ik dat beginnen te doen. En ja, bij kinderopvang was het al voor het begin van de legislatuur heel duidelijk. De onderwijscrisis was al aangebroken. De volgende crisis, als je naar de cijfers keek, zou kinderopvang worden. Er waren steeds minder kindbegeleiders die zich inschreven voor de opleiding. Mensen gingen weg, de onthaalouders gingen op pensioen en de loodzware normen. Sinds 2014, een decreet dat ik lang voor het parlement al had geanalyseerd, ooit in een column, die begonnen zo door te wegen dat nu het breekpunt bereikt was. Dus...
Ja, zo toevallig was het eigenlijk niet dat deze crisis kwam. Want dan hebt u die kinderopvang aangehaald, daar hebt u zich op gemanifesteerd. Mm-hmm. Wat was uw link met dat onderwerp? Toen ik zelf zwanger werd, merkte ik dat eerste leeftijd volledig onzichtbaar was in onze media. Het was de tijd dat er nog columns waren over auto's in grote kranten en kwaliteitsmedia. Maar dat ouderschap, dat dan nog altijd, en zeker eerste leeftijd, als verwaarloosbaar werd gezien. Alsof een baby hebben en die eerste jaren, alsof dat gewoon een soort van huishoudjob was, waar je dat kind maar in leven moest zien te houden tot op het moment dat het interessant werd. En dan, ja, dat revolteerde mij een beetje. Omdat ik vanaf het begin merkte, deze taak is belangrijk. Ouders horen niet van tafel te worden geveegd. En ook die hele sector van eerste leeftijd, ook niet. En nu zie je dat belang is toegenomen. Nu, het is ook zo dat in het algemeen, ik heb geprobeerd om onderwerpen op de agenda te zetten die voor mensen belangrijk zijn, maar onzichtbaar zijn, zoals menstruatiearmoede, endometriose, armoede in het algemeen trouwens. Ja, nu over kinderopvang, als we daar even op doorgaan, dat is natuurlijk ook door een tragisch gebeuren in een crèche. Deze legislatuur heel dominant ook in het parlement aanwezig geweest. Er is ook een onderzoekscommissie geweest. De Vlaamse regering zegt ook, ja, wij hebben zeker ook in dit laatste jaar ook extra geld gegeven aan die kinderopvang. Er is wel wat gebeurd natuurlijk. Ja, in het laatste jaar is er inderdaad geld gekomen. En dat is goed. Laat ik daarmee beginnen. Het is duidelijk dat de Vlaamse regering heeft ingezien van deze crisis. Zo groot, er moet iets gebeuren. Het is wel zo dat het intussen 3 jaar crisis heeft gekost eer een investering kwam. Er is nu ook een toekomstgroep die met een plan is gekomen, zeer onderlegd vanuit de hele sector gedragen, waarin zij zeggen de investeringen moeten veel groter. En, wat heel belangrijk is, de rechten van ouders, van gezinnen en trouwens ook van werknemers moeten veel minder worden aangevreten. U weet waarschijnlijk dat er op dit moment 20-tal organisaties naar het grondwettelijk hof zijn gestapt om te klagen tegen de nieuwe voorrangsregels van de Vlaamse regering. Het lijkt erop, dat gaat vooral duidelijk, dat gaat over dat ouders die werken, dat die eigenlijk plaats moeten kunnen krijgen als zij daar in de rij voor staan. Is dat dan zo onlogisch? Vindt u dat zo vreemd dat daarop gefocust wordt? Ouders die fulltime werken en die kregen al voorrang. Maar er was daar buiten. Maar is dat zo onlogisch, vindt u? Wel, er was daarbuiten ook een zekere voorrang, omdat men merkte dat mensen die in armoede leefden, mensen die ziek zijn, die een kindje met een handicap hebben enzovoort, veel moeilijker in een kinderopvang terecht kunnen. En dit gaat over mensen die zeer vaak ook werken. Er wordt gezegd mensen die werken, maar het gaat over fulltime werken. Van het moment dat je in een gezin niet gemiddeld 4/5 werkt, en dat is zeer moeilijk als je bijvoorbeeld een grote zorgnood hebt tegenover een kind met een handicap, of zelf een langdurige ziekte, of een slepende ziekte, of kanker hebt bijvoorbeeld, dan werk je minder. En die, of zeer kort opgeleid bent en van interimcontracten of andere losse contracten afhangt, dat zijn allemaal mensen die vanaf nu waarschijnlijk voor de deur zullen staan. De SERF heeft ook in hun analyses gezegd, dit gaat geen jobs opbrengen, dit gaat jobs kosten. Alle adviezen zijn vernietigend geweest en merken ook specifiek op, de emancipatie van de vrouw gaat hierdoor achteruit, want zij zijn degene die op dit moment in de vermaatschappelijking van de zorg de zorg opnemen in gezinnen. Dat zegt u, dat is een punt. Een ander punt waar u het vaak over gehad heeft, is het aantal kinderen per begeleider. Die cijfers variëren een beetje van hoe je het bekijkt natuurlijk. In elk geval, u zegt dat moet naar beneden. 9 is nu gemiddeld, denk ik, in crèches. Wel, 9 is... Dat hebben wij trouwens berekend. De slogan 9 is veel, heb ik gelanceerd. Ja. Dat is op dit moment wat je per begeleider als aantal kinderen kan hebben. Maar bijvoorbeeld 's middags moet een begeleider er alle kinderen samen in slaap krijgen. Ik weet niet of u ooit al eens een baby hebt in slaap proberen te krijgen, maar die doen uw ogen niet vanzelf dicht. U zegt 9. Nu, de realiteit is, en dat zegt de Vlaamse regering ook, als je naar alles kijkt, ook kinderen die niet komen, is de realiteit dat het eigenlijk iets meer dan een 6 kinderen per begeleider is. Hè. Dus die cijfers zijn misschien ook voor interpretatie vatbaar daar. Op de momenten dat de inspectie komt kijken, is dat zo. En aan de andere kant is het zo dat die gemiddelde cijfers komen van kinderopvang waar men binnen mag. Dus dit is vrijwillige participatie in het laatste onderzoek. Er zijn verschillende onderzoeken, hè, voor alle duidelijkheid. Inspectie wordt vaak aangekondigd. En als het gaat over, wil u meedoen aan een onderzoek waarbij wij onder andere het aantal kinderen per begeleider gaan meten, dan vraag ik me af wat er gebeurt in de kinderopvang. En dat zijn niet zelden zeer grote concerns die stilaan steeds meer op winst gestoeld zijn, waar men niet binnen mag.
Ja, en ik hoor zeer veel verhalen van kindbegeleiders. Dat aantal kinderen per begeleider maakt ook, als dat verminderd wordt, dat het aantal plaatsen ook zou verminderen natuurlijk. Ik denk dat dat net iets is wat u wil bekampen. Ah, dat is een schijntegenstelling. Is dat zo? Dat is, ja, er wordt vanuit gegaan dat men geboren wordt met een stempeltje kindbegeleider op zijn voorhoofd en dat men dan de job gaat doen. Maar op dit moment kiezen mensen niet voor de opleiding, omdat ze zien hoe de werkomstandigheden zijn. Op dit moment zijn van de kindbegeleiders er maar 20% die na hun stage, specifiek na hun stage, wanneer ze de kinderopvang hebben meegemaakt, zeggen, ik zie deze job nog zitten. Dat betekent dat 80% door hun stage beslist, ik ga ergens anders heen. En wat ik nu hoor van de kinderopvang, en wat ze trouwens tijdens hoorzittingen in het parlement ook zijn komen zeggen, is, mensen die bij ons komen stage lopen, die verkiezen de retail of om in de Colruyt of de Wieprat te gaan werken tegenover de kinderopvang, terwijl het zo'n mooie job is. Maar dat gaat over de werkomstandigheden. Wat moet politiek dan doen, zegt u? Wat moet politiek doen om die omstandigheden te verbeteren? Wel, kinderopvang, kindbegeleider zijn, ik ga regelmatig meehelpen in de kinderopvang, dat is een heerlijke job als de omstandigheden ernaar zijn. Als je ervoor zorgt dat de omstandigheden werkbaar zijn, dan zullen mensen ook weer naar het kinderopvang komen. Wat moet politiek concreet dan doen, zegt u, om dat aantrekkelijker te maken? Je moet gaandeweg het aantal kinderen per begeleider inderdaad verlagen, zodat je je echt kan focussen op je job. Je moet er daarbuiten ook voor zorgen dat de opleiding wordt naar boven georiënteerd. Kindbegeleider en kinderopvang in het algemeen is een symbolische sector, onder andere omdat het watervalsysteem van het onderwijs, waar mensen zeer kort opgeleid worden in de kinderopvang en ook sterk naar beneden georiënteerd, dat die daar heel erg in naar boven komt. Dit zijn mensen die een beroeps plus één doen. En gaandeweg zitten zij in hun beroep en na een tijdje denken ze, god, dit is zo'n stressvolle job. Misschien kan ik toch meer dan wat men van mij dacht vroeger. En dan gaan zij ergens anders heen. Je moet ervoor zorgen dat die ervaring in de kinderopvang blijft en dat die sector wordt geprofessionaliseerd. Ja, u zal er zelf niet aan mee kunnen werken volgende legislatuur. Wat een beetje vreemd, hè? Vriend en vijand, denk ik, herkennen uw inzet op dat dossier. Maar uw eigen partij beloont u niet. Want u gaat niet meer op de lijst voor het Vlaams parlement staan, u wordt lijstduwer voor het Brussels parlement. Ik sta nu inderdaad als lijstduwer voor het Brussels parlement. Wel, ik had, daar heb ik ook geen geheim van gemaakt. Hè. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik graag de lijst had getrokken voor het Vlaams parlement. Nu, in Brussel hebben wij zeer veel vrouwelijk toptalent. Wij hebben federaal minister Tine van der Straaten, ja, Brussels minister Elke van den Brand. Maar u wordt niet beloofd voor wat u gedaan heeft in het Vlaams parlement voor die kinderopvang in uw eigen partij dan? Wel, en wij hebben ook een co-voorzitter die nu de Vlaamse lijst gaat trekken. Dus u wordt niet beloofd? Wel, je kan lijstduwer zien als een ereplaats in die zin dat mijn partij misschien... Je kan het ook zien als echt een plek die gezocht wordt voor iemand waar men die niet wil belonen. Wel, je zou het kunnen zien als een ereplaats in de zin dat men er dan vanuit gaat dat ik vanzelf spring. Hè. Maar ik zie het heel erg als een strijdplaats. Maar ik ben teleurgesteld, want u bent er wat aan omdraaien. Je bent teleurgesteld over die plek die u gekregen heeft. Ik heb zelfs geopend in mijn antwoord door u te zeggen, ik heb er geen raadsel van gemaakt dat ik heel graag de Vlaamse lijst had getrokken. En daar is inderdaad nog veel werk. U hebt gelijk. Maar voor alle duidelijkheid, ik ben hier nog. Ik ben zeer sterk aan het strijden voor die Brusselse zetel. Ik hoop dat ik die verover. En in het Brussels parlement heb je ook nog altijd een stem. Hè? Ja. Brussel is het parlement bevoegd voor heel wat dingen waar mensen die niet in Brussel wonen ook mee geconfronteerd worden. Uw partij zit hier in Brussel ook mee aan de knoppen. Er is heel wat ongenoegen in Vlaanderen, hè, over maatregelen die hier genomen worden voor pendelaars die hier met de auto naartoe komen. Snapt u dat, als dat ongenoegen over Brussel gaat en wat hier onder meer door uw partij toch beslist is in die Brusselse regering? Dan moet u concreter maken over welke maatregelen u het heeft. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, de mensen die met de auto komen en zeker naar het stadscentrum willen gaan, die worden daarin geremd, dat wordt moeilijker, dat gaat niet meer. Mm-hmm. Brussel is een groot stad waar in de bevolking zeer veel mensen geen auto hebben, maar wel de gevolgen ervan ondergaan. En dat betekent dat er hier meer doden zijn door luchtvervuiling. Veel doden, waar al heel vaak aanklachten van de gezondheidssector en van de Brusselaars zelf zijn gekomen. Bovendien is het een stad waarin het openbaar vervoer zeer goed is. De MIVB mag wel eens een pluim krijgen tegenover de lijn. Snapt u het ook genoeg bij vele anderen die niet in Brussel misschien wonen en wel naar hier moeten komen? Wel...
waar wij heel graag voor willen zorgen, is dat pendelaars hier een gezonde en een fijne stad hebben. En trouwens ook alle andere mensen die naar Brussel komen om van de stad te genieten. En een leefbare stad zorgt er ook voor dat zij op een fijne manier aan hun job kunnen deelnemen. Wij zijn heel blij met het miljoen mensen die hier elke dag naartoe komen en hier... Wij hebben 10% van de bevolking, maar hier wordt wel 20% van de welvaart geproduceerd in Brussel. En die verlaat de stad gedeeltelijk ook met de pendelaars. Wij willen ervoor zorgen dat die elke dag nog altijd naar Brussel kunnen komen en hier hun brood verdienen, maar wel in een aangename en leefbare stad. Slotvraag, maar niet onbelangrijk. U hoopt in het Brussels parlement terecht te komen. Mm-hmm. De begroting in Brussel is in Brussels gewesten is dramatisch. Is iets wat ook de minister van Begroting zelf heeft gezegd. Mm-hmm. Is dat een prioriteit als uw partij hier in Brussel opnieuw mee zou besturen? Ja, wij moeten ervoor zorgen dat Brussel als gewest zeer leefbaar is. Ja, en maar daarnet voor de financiële heb ik het gezondheid van het gewest? Hè? Ja, inderdaad, maar ook dat is leefbaarheid, meneer Van der Hoogen. Maar dat is nu niet het geval, dat bedoel ik. Dat wil ik u vragen. Uh-huh. Is dat een prioriteit voor uw partij om daar een kentering te maken volgende legislatuur? Ja, dat is absoluut een prioriteit. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan enerzijds via de uitgaven, waar er zeker winst te boeken is. Dat kan ook via de inkomsten trouwens. Meer belastingen, en als we het dan hebben, wel, wat bijvoorbeeld niet is doorgevoerd, is het Smart Move Plan. Waar de Brusselse minister van Begroting zelf ook een prioriteit van had gemaakt. Wat ervoor kan zorgen dat er een behoorlijke injectie van inkomsten naar Brussel komt. Daarbuiten is het natuurlijk ook zo dat Brussel, wij hebben het er daarnet over gehad, veel pendelaars heeft, maar als een van de enige grootsteden die ons omringen, niet kan genieten van een belasting op inkomsten, van alle inkomsten die hier worden gegenereerd. We moeten inderdaad kijken naar zowel de inkomsten, waar wij er veel van genereren voor ons hele land, als naar de uitgaven van Brussel. Er valt nog veel over te zeggen. Het zal in de komende verkiezingsdebatten ook nog wel gebeuren. Absoluut. Maar onze tijd zit erop. Maar u gaat dus sowieso uit dat Vlaams parlement waar u de voorbije 5 jaar zat. Daar hebben we het over gehad. Het voorbije half uur. Dank u wel daarvoor, mevrouw Grootheden. Dank u wel.